Goedemiddag, ik spreek met Kees Gabriels, akkerbouwer hier in het Steenbergse Westland. Kees, we zijn nu op jouw akker hier en ze zijn bezig met het rooien van witlofpennen. Ja. Maar wanneer heb je die gezaaid? 10 mei. 10 mei. Maar die zijn niet voor jezelf, neem ik aan, hè? Nee, die zijn voor Verdongen. Oh, dat is voor een witloftrekker? Ja. Oh ja. En is dit een normaal tijdstip dat ze worden gerooid? Ja, dat is gewoon een normaal tijdstip. Dus 26 oktober vandaag, ja. Nou, en het is niet te nat hier? Nou, nee. Het gaat. Nee. Want jij hebt een akkerbouwbedrijf hier, hè? Ja. En hoe groot is je bedrijf, als ik vraag me? 60 hectare. 60 hectare. En dit is een gewas, ja, dat is dan niet voor jezelf, dat heb je gewoon als het land verhuurd of wordt dat betaald per kilo opbrengst? Per pen betaald. Oh, per pen betaald? Echt per pen of per gewicht? Echt per pen. Oh ja? Ja. En ik zou zeggen, die heb je toch niet geteld of hoe gaat dat? De trekker telt gewoon kisten. Oh ja. En ja. Oh, je moet even bellen, ja. Ja, Kees, het boerenjaar is bijna ten einde, hè, zou je kunnen zeggen. Ja, bijna. Deze witlof is de laatste oogst op suikerbieten aan misschien. Suikerbieten en winterwortel. En? Winterwortel. En winterwortel heb je ook nog. Maar hoe zag jouw bouwplan er nou dit jaar uit in de gewassen? Pootaardappelen, zimtjaardappelen, tarwe, witlof, suikerbieten, aaien. Ja, plantuien. Oh, best een veelzijdig bouwplan dan? Ja. Ja. En jij doet het werk alleen? Hoofdzakelijk wel, ja. Met een collega wat. Want je werkt samen? Ja. Oh, ja. En wat denk je van het akkerbouwjaar tot op heden? Gewoon een goed jaar. Ja, je denkt het wel, hè? Ja, dat weet ik zeker. Nou, dat heb je wel een keer verdiend ook natuurlijk. Ja. Goed. Maar ben je al lang, hoe lang boer jij al hier op dit bedrijf? Dit is het 20ste jaar. 20 jaar, 20ste jaar. Is dat een bedrijf dat je van je ouders hebt? Schoonouders. Van je schoonouders, ja. En is het zware grond waar je op zit hier? Hier is het lichte grond. Ik heb ook hele zware grond. En zandduren er wat bij. Ja. Maar gelukkig dat je eindelijk eens een keer terug kunt kijken of alvast kunt hopen dat het akkerbouwjaar een keer goed afsluit. Want het was wel nodig zeker. Gemiddeld is het gewoon goed hoor. Ja, toch wel? Ja, wel. Nou, je bent positief dus. Nou, dat is gelukkig dat jij dat we eindelijk een keer dat stereotype van de altijd klagende boer, dat gaat niet op. Nee. Nee. Dan ga ik niet redden. Nou, gelukkig. Ik zou zeggen, hou zo vol. Ja. En ga je bouwplan nog behoorlijk veranderen voor het komende jaar of niet? Nee, hoor. Nee. Wordt ongeveer weer dezelfde situatie. Weer jullie al zelf. Okay. Nou, dankjewel Kees. En we gaan nog even kijken bij het rooien. Ja, en dan denk ik. Deze wagen is leeg, kan weer gevuld worden. Ja, ik spreek nu met Henk van Loon. Ja. En Henk, jij bent machinist op deze prachtige rooimachine. Ja. En is die alleen geschikt voor witlofrooien of ook nog voor andere doeleinden? Nee, voor aardappelen. Oh, aardappelen kan ook? Ja, wortelen. Oh ja. En witlof. Maar want hoeveel machines heeft loonbedrijf Hak, want daar werk je voor, hè? Ja. Hoeveel? Van dergelijke machines bedoel ik? Van dergelijke? Ja, van deze rooiers. Van deze? Ja. Drie. Ah ja. Drie. En het is nogal behoorlijk nat, maar je hebt rupsaandrijving eronder. Dus ja. Je hebt totaal geen last van eigenlijk. Nou. Dus het rooien gaat prima. Ja. Ben jij elke dag op pad nu? Met... Iedere dag op pad, ja. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat. Van s'morgens vroeg, hoe laat is dat? Ja, nou beginnen we om 7 uur. Ja, en dan dus tot... Ja, het is nou niet... Omdat het s'morgens nog vroeg donker is. Ja. Dus we beginnen om 7 uur. Uh-huh. En dan tot 's avonds rijden tot 9 uur. Maar zo'n machine die vraagt toch wel het nodige onderhoud onder deze omstandigheden. Als jullie nou thuis komen, moet dat dan gebeuren? Of, Ja, maar wij maken hem in de winter. Dat we goed nakijken. Ja. Alles vernieuwen en alles vervangen wat nodig is. Ja. Dan kennen we in het seizoen tegenaan. Ja, maar ik bedoel, als je nou s'avonds thuis komt met al die modder en zo, moet je dat zijn. Vroeger moest je allemaal smeren en. Hier zit automatische smeersystemen. Automatische smeersystemen? Ja, nee. Ja, goed, je kunt ook wel eens een keer een lager of het een of het ander hebben, maar dat doen wij dan gewoon ter plekke. Ah ja. Daar hebben we zelfs monteurs voor. Ja.
En wat is de hoe hard kun je daar nou, of hoe snel kun je daar nou mee rijden? Ja, dat is afhankelijk van de grond. Ja, ja. Dat zien we hier, kunnen we 3 kilometer rijden. Uh-huh. Dus ja, ongeveer zeg maar 80, 9 haren per uur aan. Ja, ja, ja. Dus, er zijn plekken waar je voor afgelopen week hebben daar in het zand bezig is. Nou, dan kun je 4,5 kilometer rijden en dan doe je dikke hectare per uur. Ja, dat gaat sneller natuurlijk. Ja, ja. Plus bij je omstandigheden natuurlijk nat, gaat gewoon zo langzaam dat gaat het. Ja. Ja, je moet ook je reinigingsgebeuren gebruiken, dus ja, dan moet het wel een tandje langzamer. Ja. Want hoe breed werkt deze machine? 3 meter. We pakken nou 6 bedjes. 6 bedjes witlof, ja. In 1 gang. Ja. En normaal aardappelen 4 bedden. Oh, ja. Dus wij moeten een malt van aardappelen op witlof, moeten wij malt van voren in ombouwen. Mm-hmm. Dus we krijgen hier lang op principe van voren. Ja, en als het seizoen nou klaar is, dan wordt hij helemaal netjes schoongemaakt en dan staat hij in de schuur werkloos te staan, in feite tot volgend seizoen. Tot volgend seizoen, ja. En ik heb net van je collega geloof ik gehoord dat een dergelijke machine ergens tussen de 600.000 en 700.000 euro kost. Ja, deze zal wel op de 600 zitten. Ja, ja, dan moet je nagaan wat een kapitaal dan in die periode, hè? Het moet allemaal verdiend worden nu. Het moet allemaal verdiend worden. Ja, ja, ja. Allemaal in een vrij korte tijd, hè? Ja, ja. Nou, dan zal ik jou niet al te lang van je werk afhouden. En dan ga ik eens kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat met de camera. Zo is dat. Wij gaan hem volgen met dieselolie en dan gaan we aan de gang. Oké, dankjewel. Kom goed. Hier hebben we dus een blik op het Witlofveld. Duidelijk zijn hier de rijen zichtbaar. En de machine gaat nu beginnen om daadwerkelijk te rooien. Meer wordt die pikker ook een graantje mee. Ja, een graantje, het zal wel een wormpje zijn.
ik ben nu in de cabine gaan zitten. En het is opvallend hoe stil het is hier. Als je buiten bent en je zit nou binnen, dan is het toch wel heel erg geluiddicht allemaal. Je hebt een mooi zicht zo op je werk. Ja, wat oké. Ja. En niet alleen dat, maar ook de monitoren die houden precies in de gaten wat er achter je gebeurt. En opzij en onder. Ja. Prachtig zicht op je werk zo, hè? Ja. Oh. Blij niks, hè? Nee. Als je zo'n hele dag aan het rijden bent, Henk, krijg je daar nooit te slaap? Nee, dat valt mee. Nee. Maar je kan zelfs als je dat wilde ook nog een stereo muziekje aanzetten natuurlijk. Ja, ja, maar dan. Zeker. Dit is een ploegermachine, hè? Ja. Ja. En waar worden die gemaakt, weet je dat? Roosendaal. Oh, dit is een Nederlands fabricator? Ja. Wij hebben er alles van, hè, van ploegen. Ja. Ja. Want waar is jullie longbedrijf gevestigd? In Kruisland weet ik, maar waar in Kruisland? Engelseweg. Ah, ja. Maar is jullie bedrijf zeg maar allround in de winter ook werkzaamheden of? Ja, volop. Ja, ja? We zitten volop dingen die echt nog zo nakijken en het onderhoud. Dan gaan we in de winter wel met een man of 8-9 in de werkplaats staan. Of? Toch nog, ja. Een maand of 4. Ja, want dan moet alles weer up-to-date zijn zodra dat het seizoen weer begint natuurlijk. Ja, ja, goed, dan hebben we wat grondwerk en zo natuurlijk. Ja. En vakantie dan, hè, voor ons. Ja, natuurlijk. Ja, want jullie maken nu in deze periode, als het een beetje weer is, natuurlijk ook behoorlijk wat, wat extra uren. Ja, wij zijn vanaf april, eind april zijn we allemaal al bezig. Ja. Zo, gaan draaien. Hoe is dat? Is de blok nog leeg vandaag? Ja, zeker. Ja, we zullen eens kijken hoe laat het wordt. Ah ja. Maar zit hier nou ook GPS op? Nee. Nee, dat niet, hè? Want dat is niet nodig hier natuurlijk. Nee. Nee. Er zit wel stuurautomaten zo op, hoor. Maar de rest is ook hier of je GPS. Nee, dat is hier niet nodig. Nee. Meestal blijf je toch wel tussen de bedden lopen. Ja. Je vertelde net, Henk, dat je eerst met deze machine waar we nu in zitten, eerst 250 hectare aardappelen gerooid hebt. Ja. Ja, ja, en dat is achter de rug. En toen heb je hem omgebouwd voor de witlof. Ja. Dus twee dagen werk, tenminste anderhalf dag werk aan gaat om op te bouwen. Ja. Ja, het is goed dat hij voor twee doeleinden gebruikt kan worden. Voor wortelroeien gaat dat ook, gewoon wintelwortel, kan je er ook voor gebruiken? Ja, dat is eigenlijk min of meer hetzelfde natuurlijk. En celderie zal dat ook gaan?
Dat is knolcel erin bedoel je? Ja, dat zou ook wel gaan. Ja, ja. Dan moeten we wel veel verbouwen denk ik. Mm-hmm. Ja, er zijn erbij die gebruiken ook voor bloembollen. Ja. Ja, hoe breder dat je hem in kan zetten natuurlijk, hoe meer hectare het kan doen, ja, hoe rendabel dat die wordt uiteraard. Ja. Ja. Dan gaan we toch maar aan het eind van het liedje wel terugverdienen. Ja, dat mag wel ook met zulke investeringsbedragen. Vol. Hij wordt nu op stort gereden op het erf van Gabriels. Er wordt dan gelijk een volle container weggehaald. Ja, die pennen zijn natuurlijk bedoeld om naar een Witlof Trekker te gaan. Dat is een ondernemer die van die pennen de mooie bekende Witlof gaat maken. En daar heb je natuurlijk die wortel voor nodig. Dus dat is eigenlijk je zou kunnen zeggen een twee fase manier van productie. Deze akkerbouwer Gabriels produceert de wortels, de pennen. En een andere ondernemer produceert echt het witlof. En dan wat er dan, de pennen die dan overblijven, die dan eigenlijk zijn uitgediend, die zijn dan weer prima voor veevoer. Dus zo is het gewas witlof, ja, nogal veelzijdig in gebruik. Gabriels vult nu de containerbakken van de losgestorte pennen die op zijn erf liggen. Die worden daar aan het eind van de weg worden die gekoppeld aan de vrachtwagen die ze dan brengt naar de Witlof Trekker. Ja, en trekt Witlof, dat is een mooie uitdrukking. Die staat er echt niet handmatig aan te trekken, maar dat is de uitdrukking om de witlof, om de wortel tot leven te brengen en daar dan de bekende witlof aan het groeien te krijgen. Dat noem je witlof trekken. Ja, je zou niet zeggen als je deze toch wat modderige hoop met wortels ziet liggen, dat daar straks die prachtige witloof opgroeit. Hè? Maar ja, dat is toch de basis om straks uit dat stukje groen wat er nog aan die wortel zit, aan de noordkant, die wordt dan weer tot actie gebracht, tot leven gebracht en daaruit groeit dan onder donkere omstandigheden, want anders wordt de witlof groen. En dan is het groenlof. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ja, dit is dan een deel van de oost waar we net getuigen van zijn geweest. Ja, de witlofrooier staat even stil nu. Even bijgetankt worden. Even hakt naar het kruisland. Natte geen aan, natuurlijk. Dat mag ook wel, gezien het gewicht.